crazy mother. We zitten in een groeisamenleving, maar wat is groei nou eigenlijk? En wanneer begon het en hoe bepaalt het zeg maar onze samenleving? En als je kijkt dus naar groei, dus je hebt allerlei soorten groei. Dus er is demografische groei, er is groei van kennis, er is persoonlijke groei enzovoort. En eigenlijk al die noties van groei, als je die, ja, kun je dus ook wel kwantitatief meten. Dus het aantal boeken wat gepubliceerd wordt, het aantal mensen wat op de planeet hangt. En dat begint allemaal, dus zeg maar 10.000 jaar lang, is de demografische lijn behoorlijk plat. En het begint zeg maar vanaf de vroege moderniteit, dus rond de 16e eeuw, begint er zeg maar een verandering in de helling van de grafiek te komen. En dat is niet alleen met de demografie zo, maar ook met de CO2, met het aantal boeken enzovoort. Dus we krijgen eigenlijk zeg maar de typische hockeystick grafiek. En ja, die hockeystick is een soort beeld van onze tijd geworden. Als je zeg maar, maakt niet uit wat je meet, dan komt er bijna altijd een hockeystick uit. Maar wat is dat dan en wat doet groei? Dus we probeerden eigenlijk, we begonnen eigenlijk ook met die vraag met een project in Japan. Dus dat we naar de grootste stad ter wereld, te kijken ook wat, hoe het voelt. Dus groei is een fysieke, mensgemaakte wereld om je heen. Maar waar we al snel achter kwamen is dat ja, die vraag is zeg maar zo groot en abstract, die moeten we kleiner maken. Dus we zijn eigenlijk gaan kijken naar hoe zit groei eigenlijk veel meer op een soort dagelijks leven, in ons eigen leven. Nou, en toen zijn we eigenlijk gekomen op werk. Dus de manier waarop we met het systeem en onze samenleving is ingericht, daar interacteren we door werk mee. Dus je moet een inkomen vergaren om je huur te betalen, om eten te betalen. Dus het is cruciaal in onze samenleving dat je werkt. En welke waardes zeg maar vervlochten in ons werk en wat kunnen we daaruit halen in onze houding ten opzichte van groei. Dus je ziet eigenlijk, ja, we hebben zeg maar links en rechts twee stromen gemaakt. Dus het begint eigenlijk in het midden met groei en twee manieren waarop je naar groei kan kijken. Dus groei komt op samen met de moderniteit en de twee grote ideologische stromen van de moderniteit zijn de verlichting en de romantiek. Waar zeg maar de verlichting ons wereldbeeld rationaliseerde, probeerde eigenlijk de romantiek opnieuw zeg maar verbintenis en behoren en betekenis te vinden met het wegvallen van de kerk als grote betekenisgevend kader. En je ziet eigenlijk dat die twee, ook zeg maar de ene kant gaat heel erg over de hoe-vraag, hoe organiseren we de samenleving, hoe organiseren we werk. Nou, het moet efficiënt en het moet productief, et cetera. En bij de romantiek zijn veel meer betekenisgevende vragen. Dus ook, zeg maar, hoe relateer je, hoe verhoud je je tot jezelf, hoe verhoud je je tot de omgeving, hoe geeft dat betekenis? Een idee als authenticiteit, individualiteit zijn allemaal zeg maar, ideeën die uit de romantiek zijn geboren. En je kunt het ook heel op een soort makkelijke manier zien, bijvoorbeeld in hoe een bedrijf in de wereld zich presenteert. Dus aan de rechterkant heb je de commercial en aan de linkerkant heb je de fabriek. Dus al bij Tesla. En rechts wordt alleen maar op romantische waarden en sentimenten ingespeeld. Familie, gevoel van behoren, de natuur, een zonsondergang. En links zeg je zeg maar een mensloze fabriek georganiseerd met de logica, met een soort koude logica. Kijk, hoe kunnen we het meest efficiënt een fabriek inrichten? Dus je ziet eigenlijk aan de productiekant van onze economie is vooral zijn die verlichtingswaarden erg dominant en ook hoe instituties ingericht zijn, dus ook de overheid, bureaucratieën. En aan de consumptiekant zie je eigenlijk dat die romantische waarden, dus eigenlijk in ons privédomein zijn we romantisch en zodra we naar ons werk gaan, worden eigenlijk verlichtingswaarden dominant. Het loopt natuurlijk ook ontzettend door elkaar, dus het is alleen maar om het, ja, de dialectiek duidelijk te maken. Dus als je het wat verder uit zou werken, zou je zeggen, dus de homo economicus is het mensbeeld dat uit verlichting voortvloeit.
homoromanticus uit de romantiek. En dan de waardes die erbij horen, bijvoorbeeld productiviteit, efficiëntie, economic calculus, de rational man aan de andere kant, betekenis, authenticiteit, beleving, gevoel en de emotionele mens. En de linkerkant heeft vooral te maken met hoe we dingen maken en hoe het werkt. En de rechterkant met wat we maken. Of waarom we maken en werken. Dus ook in ons werk merk je dat er heel erg dat spanningsveld tussen zit van we moeten dingen efficiënt doen, maar dingen moeten ons ook blij maken. En wat het werk dat we doen betekent. We doen dingen omdat het vanuit passie. Dat zijn hele romantische noties. Nou ja, dus dit was eigenlijk begon een soort lens te worden waardoor we zeg maar naar de geschiedenis konden kijken en eigenlijk het krachtenveld van vandaag konden lezen. Dus heel erg naar zeg maar wat voor soort waardes en sentimenten zijn. Dus ja, je zit heel individueel, dus je hebt ieder persoonlijk en het zit ook in organisaties enzovoort. Maar wat betekent dit voor zeg maar het krachtenveld als je dit doortrekt naar de toekomst? Wat is dan de speelruimte? Nou, dus als je het extrapoleert zou je kunnen zeggen, dan is de endgame van het rationele, verlichte betoog, is alles automatiseren. De mens is de minst efficiënte schakel in de productieketen. Nou, dat is al aan het gebeuren. En veel mensen verwachten dat dat gewoon doorgaat. En aan de andere kant ja, is dat we alleen maar betekenisvol werk doen. Dus dat we zeg maar, niet op productiviteit afgerekend worden, maar dat zeg maar, de waarde die we zeg maar, zelf vinden in het werk wat we doen, de waarde wat oplevert voor de gemeenschap, voor de mensen om ons heen, dat dat zeg maar, het leidende motief is van hoe we ons werk in zouden richten. Maar wat nou als... Het ene, het andere mogelijk zou kunnen maken. Het zijn niet twee dingen die elkaar uit zouden kunnen sluiten. Dus ja, daar heb je bijvoorbeeld het basisinkomen op, dat soort constructies. Waar je eigenlijk nog hier het verhaal bij moet vertellen, nu nog heb weggelaten, is dat met groei, dus de groei sluit goed aan bij zeg maar de productiviteit en efficiëntie. Dus dat je kijkt naar wat, dus heel lang was de economische wetenschap een slecht gedefinieerd wetenschap. Het ging eigenlijk vooral over welvaart maken voor een land. Ja, en hoe je dat precies doet, ja, dat wist niemand precies. Dat was in 1932 Lionel Robbins, die zeg maar, de definitie gaf die nog steeds stand houdt. Die zegt, in principe economie, het fundamentele probleem wat de economie oplost is schaarste. Dus schaarste is de fundamentele conditie. En dan gaan eigenlijk de oplossingen die waar de economie zich mee bezighoudt met productie. Dus hoe produceer je zo efficiënt mogelijk met de resources die je hebt? Hoe zorg je dat productie altijd blijft groeien? Want er is immers te weinig. Enzovoort, enzovoort. Dus het is heel erg een systeem dat is georganiseerd op groei. Dus uiteindelijk kom je met, als je alles automatiseert, wij de minst efficiënte schakels zijn, in een overvloedsamenleving terecht, waar niemand een baan heeft. Dus of je krijgt een extreme ongelijkheid in hoe dingen verdeeld worden, of je lost het op met een. En eigenlijk is er een soort nieuw economisch paradigma aangediend dat ze hebben een overvloed. Dus het fundamentele van het probleem van de economie is eigenlijk niet meer schaarste, het is eigenlijk overvloed. En dan de oplossingen waar je zijn, andere soort oplossingen zijn, oplossingen die draaien om hoe verdeel je de koek. Dus distributievraagstukken, die eigenlijk nu vraagstukken zijn die zeg maar niet erg dominant zijn in het economisch denken. Als je zeg maar, dus dit is een soort van de lens die we ontwikkeld hebben. Dus het is eigenlijk een soort dialectiek tussen die twee stromen die onze moderne samenleving vormen. Nou, en als je dan gaat kijken, ja, dan zie je bijvoorbeeld dus urban farmer, dat we biologisch willen, dat we een ambachtelijk biertje willen. Al dit soort dingen die zeg maar even los van zeg maar, hoe duurzaam het nou echt is, of hoe lokaal het nou echt is, zijn het heel erg symptomen van de sentiment die heerst in de samenleving. Ik wil even vragen, wie is nou we? Is dat nou Nederland of is dat West-Europa? Of is dat niet de wereld? Nee, dus dit is vooral voor de ontwikkelde westerse wereld. Ontwikkelde, ja.
dat, ja, dus wat ontwikkelde economie. Ja, nou ja, maar de rest van de wereld is nog best wel veel groter. Als we naar de toekomst gaan kijken, en globaliseren, waar we het al van heel veel over hebben, dan zijn we aan het is dat we maar heel klein in die dingen. Nee, dus ik heb het over even ja, de, ja, ja, precies. Okay. En het is ook zeg maar zelfs de analyse, dus die romantiek versus verlichting, die gaat bijvoorbeeld al niet meer op in Azië. Nee, daarom. Want daar is de romantiek gewoon, is de verlichting wel geland, maar de romantiek niet echt. Dus daar heb je ja, een ander soort dialectiek dan deze. Dus goed dat je vraagt, dus dit gaat vooral eigenlijk op voor de westerse ontwikkelde economie, deze analyse. Zoals je dit ziet. Ja, dan kun je ook kijken wanneer begon dit eigenlijk. En dan krijg je, ja, dan kun je ook zeg maar grotere stromen aan zien. Dus hier zie je zeg maar een soort tijdlijntje van subculturen. Dus ja, ons, rechts onder onze bekende hipster. Maar je kunt zeg maar teruggaan naar de ravers, de grunge, de blitzkids, de punkers, de hippies, de beatniks en de bohemians. En wat ze allemaal gemeen hebben, ook al hebben ze zeg maar aan de oppervlakte allerlei andere verschillende sentimenten, is ze worden allemaal verbonden doordat ze zeg maar een soort romantische stroom zijn samen. Dus het is eigenlijk een soort romantische onderstroom. Dus voor de Tweede Wereldoorlog is dat nog een hele marginale kleine stroom. En eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er eigenlijk een soort niveau van welvaart waardoor er meer vrije tijd ontstaat en meer zakgeld. Meer disposable income, waardoor er eigenlijk veel meer tijd en geld vrijkomt voor dat betekenisgevingsvraagstukken. Dus, mensen, ja, dus daar gaan mensen zich in hun vrije tijd bezighouden, daar gaan ze hun geld uitgeven. En daarmee worden zeg maar, die marginale subcultuurtjes van voor de Tweede Wereldoorlog worden zeg maar, enorme grote mainstream subculturen, dus eigenlijk alle jonge culturen. En je kunt nog verder terug. Dus eigenlijk zeg maar de eerste romantische, dus William Morris, Arts and Crafts Movement, William Blake. Dus ja, als je zeg maar nu die terugkeer naar ambacht ziet, ja, dezelfde soort ideeën die er nu achter zitten, ja, die komen al van zeg maar eind 19e of midden 19e eeuw. Met de Arts and Crafts Movement, die ook al zeg maar naar de industrie keken, het is onmenselijk, zieloze producten enzovoort. Dus dan zie je eigenlijk dat dat soort sentimenten, nou ja, al zeg maar meer dan een eeuw in onze samenleving zitten. En daarmee kun je dus ook zien dat er krachtenveld is dat ook zich nog veel verder zal doorzetten voorbij vandaag. Nou ja, dus dit is een beetje onze... Wat zou het voor de toekomst betekenen dan? Ik vind het nu extreem romanticus, want ik heb opgeschreven terug bij de anderen. Ja. Als je dat zo doorcijfelt, zeg maar, hoe zou je dat dan... Misschien tot het einde van deze vraag, ik zal het even goed. Ja, oké. Ik zou dus... Dus ik probeer nu eigenlijk... Wat, als meer methodisch, wat doen we nou eigenlijk als we dit maken? Dus dit idee hebben geproduceerd. Dus dit is een beeld van Stuart Brand, die ook de Whole Earth Catalog en zo heeft gemaakt. Die heeft, noemt die phase layering. En hij zegt, ja, eigenlijk zijn er verschillende stromen met verschillende snelheden in de samenleving. Dus ja, er zijn eigenlijk verschillende krachtenvelden die met, dus ja, mode gaat veel sneller. Die heeft veel nu inmiddels 8 seizoenen per jaar of zo. En natuurlijk ja, de natuur, dus die geologische lagen, het allerlangzaamst. En daartussen zitten eigenlijk, hier gekwalificeerd als cultuur, bestuur, infrastructuur, commercie en mode. Dat zijn is inwisselbaar, dat kun je ook andere termen zelf waarschijnlijk wel invullen. Maar wat interessant is om te zien, is dat eigenlijk technologie in die grofweg, zou je kunnen, ongeveer in die bovenste 3 zit. En die onderste 3 is eigenlijk is een laag die veel langzamer gaat, maar dus ook, als je naar de toekomst kijkt, veel langzamer te sturen is. Het is een beetje als een olietanker bijsturen. En die kan geen hoek van 90 graden maken. Die moet je langzaam. En 50 kilometer nemen om een bochtje te maken. En het begon eigenlijk, concept eigenlijk geleend van Frank Duffy. Die schreef over gebouwen. Dus je kunt het ook goed zien in bijvoorbeeld hoe een gebouw is opgezet. Dus je hebt verschillende lagen. Dus de draagstructuur
is de meest stabiele laag. Nou, dan heb je de airconditioning die ingezet wordt, je hebt de verf, je hebt de vloer en vervolgens heb je gewoon je laptops en je meubilair enzovoort. En die hebben ook allemaal verschillende cycli van veranderingen. Nou, om dan terug bij adjacent. Dus waar de, dus die blinde vlek, dus nou, hier zie je inderdaad ja, 50 gezin in de hypermoderne keuken. En wat er ook interessant is, ik had het vandaag mee opgezocht, is wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurd is. Dus eigenlijk na, ik weet niet mijn naam weet, maar ik weet dat het boek heet More Work for Mother. En eigenlijk, dus dat was een analyse en daar kwam er eigenlijk op neer. Dus het idee, het populaire verhaal is, de wasmachine kwam en allerlei andere home appliances en die hebben de vrouw bevrijd. Dus de, een grote, dus die technologie heeft een rol gespeeld in zeg maar feminisme en het bevrijden van de vrouw uit het huishouden. Maar zoals ze onderzoekt in dat boek, eigenlijk is dat niet waar. Dus het heeft vooral de kinderen en de man bevrijd, want eigenlijk draait het hele gezin mee in het huishouden voor die apparaten kwamen. En werd er eigenlijk de eisen aan de huisvrouw hoger. Dus het moest nog schoner. Dus, en nog, het eten moest nog lekkerder en, enzovoort. Dus je zag eigenlijk dat de vrouw geïsoleerd raakte in het huishouden. En vooral de kinderen en de man meer vrijheid buiten het huishouden kregen. Dus eigenlijk dat sociale, dus die cultuur, veel langzamer ging. En eigenlijk bestendig bleef, terwijl die technologie ja, gewoon doorging. Nou, een ander ding wat we doen is eigenlijk een soort van bepaalde argumentaties die je hoort in de media over bepaalde ideeën, een soort van tot hun eindconclusie, een soort logische eindpunt helemaal doorredeneren. Dus dit is een soort decision tree die we hebben gemaakt over robotisering. Nou, deze hebben we gemaakt. We hebben vorig jaar een tentoonstelling gedaan bij Bureau Europa in Maastricht. Dus waar we ook zeg maar, dit toekomstmodel scenario hebben gepresenteerd. Dus ja, daarvoor hebben we deze gemaakt. Nou ja, om even kort te laten zien. Dus als je overal, dit zien we natuurlijk overal, robots will take your job en dan kun je ja of nee zeggen. En zeg maar de klassieke economen zeggen, ja, maar er komen gewoon weer nieuwe banen, want dat was altijd zo, enzovoort. Dus, rustig, gewoon herscholen en het komt allemaal goed. Nou, het andere verhaal is, het is anders, het gaat wel echt gebeuren. En wat zijn dan? Dus dan zijn er ook weer twee reacties. De ene is, oké, bad news, we raken allemaal ons werk kwijt, we moeten de robots stoppen. En dit is eigenlijk de Luddite scenario, ja, de machines slopen en terug naar de natuur. Of ik kan zeggen, fantastisch, meer tijd voor ons, maar ja, dat betekent dat we eigenlijk ons sociale stelsel anders moeten gaan inrichten. Want ja, als er 50% van de beroepsbevolking geen baan meer heeft, nou, dan werkt zeg maar, het sociale vangnet niet meer. Dus dan moet je eigenlijk, dus dit, ja, dit zijn soort van de stromen van de economie met belasting, inkomen, consumptie moet je anders gaan modelleren. Nou, dan heb je een aantal opties. Dus dan heb je een soort aantal opties die nu bijvoorbeeld naar een basisinkomen, dat zag ik hier ook al staan. Workfare, dus eigenlijk ja, zeg een uitkering, maar waar je wel voor moet werken. Dus eigenlijk een soort verkapte dwangarbeid. Negatieve inkomstenbelasting. Milton Friedman ooit voorgesteld, dus ja, het is ook een soort van basisinkomen, alleen het werkt twee kanten op. Dus als je niks hebt, krijg je zeg maar 1000. Als je 500 maakt, krijg je 750. Nou, het ding is eigenlijk dat je vanaf nul altijd gestimuleerd wordt om meer te verdienen, omdat het je altijd wat oplevert. En bij het basisinkomen is eigenlijk een platform wat je erboven gemaakt is voor jou. En foodcoupons bijvoorbeeld in de VS is het eigenlijk gelabeld geld. Geld wat je alleen maar aan één bepaald ding uit zou kunnen geven. Je zou kunnen zeggen, workfare en coupons is echt een pleister op de wond. Dus dat is ja, een soort oplossing waar je niet echt iets mee oplost.
Nou ja, vervolgens kun je wel, oké, maar hoe ga je dat dan betalen? Nou, er zijn ook weer verschillende schemes voor. Dus hoe gaat je belastingstelsel opnieuw werken? Dus je kunt kapitaalbelasting in plaats van arbeid. Je kunt de rijken die het kapitaal hebben veel meer belasten. Dus dan hou je eigenlijk inkomensbelasting in stand, maar dan maak je het veel progressiever. Of zoals Alaska, die heeft een sovereign wealth fund. Die heeft gewoon veel olie, maar die verdeelt dat eerlijk over de bevolking. De opbrengst uit de olie. Je maakt eigenlijk consumptie, dus zeg maar het centrale ding van je belastingstelsel. Dus eigenlijk de BTW in plaats van kapitaal en inkomen. Even voor mijn begrip, gebruik je nou dat tree-model van jullie om zo'n argumentatie door te voeren of staat het daar los van? Dit staat meer los van de World Tree Model. Dus de World Tree Model is echt zeg maar die dialectiek tussen die twee sentimenten in de samenleving. En dus dit, ja, zou ik zeggen, is eigenlijk een andere tool. Oké. Oh, je laat gewoon verschillende tools zien van hoe jullie... Ja, dus ik dacht een beetje naar aanleiding van timingsvraag. Oké, wat gebruiken we eigenlijk als soort mentaal gereedschap om werk te doen? Ja. Dus dit lijkt een beetje op wat de argumentenfabriek bijvoorbeeld ook doet. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Maar goed, je komt hier wel een soort van aan het eind, wel weer uit bij zeg maar, wat voor implicaties heeft het dan? Dus je hebt zeg maar allemaal meer technocratische, hoe gaan we dat dan oplossen? Mm-hmm. Maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk vaak de crux bij dat basisinkomen argument, is gewoon oké, maar hoe gaat het dan? Ja, dan kom je bed niet meer uit. Dan kom je toch weer op zeg maar een soort sentimentenniveau terecht over gewoon het mensbeeld wat mensen in hun hoofd hebben. Dus ja, dus hierover bijvoorbeeld dat incentive vraagstuk is heel erg vanuit het homo economicus model gedacht. Van we doen iets voor gewin en uit zeg maar zelfbelang, eigenbelang. Maar als je zeg maar de homo romanticus als mensbeeld zou hebben, eigenlijk de betekeniszoekende mens, ja, als je dat combineert met een basisinkomen, ja, dan komt die wel zijn bed uit. Die komt het zeg maar niet voor geld. Want ja, dat, zeg maar, als dat er niet toe doet, dan wordt een ander ding motiveren. En dat is denk ik wel, dus we kijken ook vaak heel erg antropologisch. Dus sociale status, dus mensen zeggen, ja, het gaat mensen doen iets voor geld, maar onder dat zit een antropologisch idee van sociale status. Mensen doen, ja, zoals vogeltjes of schildpadjes of een stam in de Amazone, die hebben allemaal een ander sociale statusmodel die niet op geld is gebaseerd, maar wat het toch is. Dus in de toekomst zal het anders zijn, het was vroeger anders en het is nu toevallig geld in inkomen en een Rolex en whatever. Nou, dan beginnen ook een beetje te eigenlijk wat ook heel erg belangrijk is dat we eigenlijk van die hele abstracte ideeën het ook weer heel klein en persoonlijk en concreet proberen te maken. Dus eigenlijk hier heb je aan de rechterkant ja, de notie van werk die draait om efficiëntie. Dus dit is eigenlijk een mensloze, efficiënte, geautomatiseerde wereld. Maar aan de andere kant, ja, we doen ook allerlei werk wat zeg maar niet, vaak niet over nagedacht wordt als werk. Dus onze hobby's, onze kinderen opvoeden, ons huishouden runnen. Ja, en dat zijn natuurlijk ook dingen die bijdragen aan de samenleving en waarde hebben. En ik kan bijvoorbeeld ook teruglezen in, dus dit is mijn eigen huis. Ik dacht van alle spullen en dingen die ik in mijn huis heb, waar zijn die nou eigenlijk het resultaat van welk sentiment? Dus ik heb eigenlijk kijken, oké, waar heb ik eigenlijk een romantische verhouding mee en waar heb ik een verlichte verhouding mee? En dan kijk je eigenlijk naar meer de infrastructuur dingen. Dus ja, mijn laptop, mijn internetprovider, de verlichting, ja. Dat is romantisch. Nou, ja, stroom. Dus ja, stroom is niet per se ja, ambachtelijke stroom. Ja, misschien komt dat nog hoor, ambachtelijk stroom zou kunnen. Maar, en vooral zeg maar, ja, wat ik eet, of het servies wat ik heb, of zeg maar, de kunst die ik aan de muur heb hangen, ja, daar heb ik veel meer een betekenisvolle relatie mee. Nou, en dan, en dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons, is dat je uiteindelijk, te belangrijk is dat de toekomst verbeeld moet worden. Dus, wat we eigenlijk een beetje als missie ook hebben met Monnik is om eigenlijk voorbij twee dominante narratieven te gaan. Dus één is de technical fix.
Dus dat is eigenlijk het idee, nou, wat je natuurlijk met het duurzaamheidsvraagstuk ook heel veel ziet. Dus ja, we doen er zonnepanelen op, er zijn altijd technische oplossingen voor het probleem. En ja, vaak zie je dat ja, technische oplossingen ook weer allerlei side effects hebben, zoals we dan wicked problems noemen. En aan de andere kant is eigenlijk het verhaal dat we niet willen vertellen, is de cautionary tale. Dus eigenlijk het doomsday scenario. Dus mensen zeggen, oh, klimaatverandering gaan ze allemaal kloppen. Ja, oké, en dan wat? Dus het was ook heel erg wat we hadden bijvoorbeeld bij Occupy. Helemaal sympathiek met alles wat ze zeggen, maar alles wat ze zeggen was natuurlijk nee. Nee, dit, we willen niet dat. Maar ja, wat wil je dan wel? Of waar willen we dan wel heen? Dus eigenlijk wat we ons er nu ook vooral mee bezighouden is om ook die verbeeldingen van de toekomst te maken. We zijn een boek aan het schrijven en we zijn ook een prentenboek aan het maken over de toekomst van Amsterdam. En ja, als voorbeeld de Diegetic Prototype. Dus bijvoorbeeld Star Trek is een heel goed voorbeeld. Dus al die nerds die allemaal naar Star Trek kijken, en een groot deel werkt bij de NASA en bij de Jet Propulsion Laboratory, die zitten nu gewoon allemaal spaceships te bouwen. En veel van de uitvindingen daaruit, ja, zijn veel mensen actief mee bezig om dat te maken. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ook Minority Report, waar als eerste zeg maar, de gestural interface in zat. En dat werd vervolgens een meme en vervolgens ja, gingen mensen dat maken. Dus het is ook vaak fact follows fiction. Dus in die zin denk ik ook, zeg maar, staan de kunst en de wetenschap echt op gelijk voet. Omdat de verbeelding gaat de wetenschap vooruit. Dus ja, dat is een beetje het verhaal. En misschien een korte pitch, we doen een workshop. 24, 25 juni samen met mede collega futurist Andrea Wiegman. Over speculatieve verbeelden en sci-fi denk ik. Interessant vindt, we hebben na het weekend op de website. Dat was het.